Een sluiproute in Zoeterwoude. Modderkruipen in het Singelpark. En een mysterieuze campagne. Welkom bij het Unity TV-nieuws van woensdag 25 november. Dinsdagochtend hield de politie toezicht op de Papenweg in Zoeterwoude. Aanleiding hiervoor was een melding over auto's die over deze weg reden, terwijl dit op werkdagen tussen 7 en 9 uur 's ochtends helemaal niet mag. Er geldt namelijk een gesloten verklaring tijdens deze tijdstippen en een boete voor het overtreden van deze gesloten verklaring bedraagt €90. Toch wordt deze weg vaak als sluiproute gebruikt wanneer er in de ochtendspits file staat op de N206. 40 bestuurders hebben dinsdagochtend tussen 8 en 9 uur een waarschuwing gekregen, de zogenaamde gele kaart. Dinsdagmiddag onthulde Robert Dijkgraaf de sleutelformule van Albert Einsteins algemene relativiteitstheorie op een buitenmuur van Museum Boerhaven. Het is het startschot voor een reeks van tenminste 10 formules op Leidse muren die in directe band hebben met de stad. Vormgeving en schilderwerk zijn in handen van de stichting Tegenbeeld, die eerder met ruim 100 muurgedichten het aanzien van de stad verrijkte. De muurformules zijn een initiatief van de natuurkundige Ivo van Vulpen en Sense Jan van der Molen. Museum Boerhaven, dat het plan had opgevat de Einstein-formule in het kader van de tentoonstelling Einstein and Friends op de buitenmuur te zetten, sluit graag aan. Galilei zei het al, de natuur is geschreven in de taal der wiskunde. De formule van Einstein staat hier omdat het op een dag na 100 jaar geleden is dat hij deze formule voor het eerst presenteerde. En daarmee wist hij met een paar hele eenvoudige symbolen de totale geschiedenis en toekomst van het heelal te vangen. En ik denk dat er eigenlijk nooit een formule is opgeschreven die met zo weinig woorden zoveel weet te zeggen. Ondanks de kou, de regen, de hagel en het onweer gingen zondag 22 oktober twee duikers op verzoek van de vrienden van het Singelpark onverschrokken het water van de Rijn in. De duikers waren ervaren vrijwilligers van de Leidse ondervatersportvereniging Calypso. Daarnaast was een medelid aanwezig voor de veiligheid boven water. Verder deden drie vrienden van het Singelpark mee, verdeeld over een motorsloep en een fietskano die ter beschikking waren gesteld door vrienden van het Singelpark. Zij waren aanwezig als assistentie voor de duikers en bewaking. Wat hebben de duikers precies gedaan en waarom? De duikers, dat is de duikersvereniging Calypso, de Leidse duikers. Die hebben voor ons het Singelpark hebben ze een onderwaterprofiel gemaakt. Tussen Molen de Put en het Rembrandtpark. En ja, wij van het Singelpark, dat wordt natuurlijk het mooiste, langste, spannendste stadspark van Nederland. En wij zijn bezig om daar iets heel bijzonders te realiseren. En wat voor bijzonders wordt daar gerealiseerd? Ik ga een tipje van de sluier oplichten, maar we houden het even spannend. We willen graag iets daar wat ontzettend mooi is, kunstzinnig is. En dat het water van het Singelpark verbindt met het park zelf. En daarvoor hebben we eigenlijk het onderwaterprofiel nodig. Want datgene wat er komt, wat ik nog eventjes voor me hou, dat moet verankerd worden. Dat ZZ Leiden in de Europa Cup 4 keer tekort kwam, ziet coach Eddy Casteels niet als een teleurstelling. Dat vertelde hij in het programma TV West Sport. ZZ Leiden verloor vorige week met ruime cijfers in Frankfurt en is met nog 2 wedstrijden te spelen al uitgeschakeld in Europa. Volgens Casteels was dat een proces van leren en vooruitgang boeken. De basketballers kunnen zich nu volledig toeleggen op het behalen van de landstitel. In Leiden is 2 weken geleden de campagne Flink Fietsen van start gegaan. Een iets wat mysterieuze campagne. Veel fietsers hebben de campagne wel gezien, maar weten nog niet goed waar het over gaat. Ja, heb ik al gezien, ja. Nee, ik heb wel borden gezien met Flink Fietsen, ja. Nee. Ja, ik wel, ja. Ja, klopt. Weet u waar het over gaat? Nee, ik zag al wel 1 Publix-bord met een bekende kop, maar ik ben niet zo goed in bekende Nederlanders, dus ik weet niet wie dat is. Helaas eigenlijk niet. Ik verwonder me er wel over en ja, ben wel heel benieuwd. Om hier meer duidelijkheid over te geven is deze week de website flinkfietsen.nl gelanceerd. De campagne heeft als doel het fietsen te stimuleren. Want de tijd van de flinke fietser is aangebroken. Ja, prima. Ik fiets altijd eigenlijk wel, weer of geen weer, dus
echt een Nederlander, hè? Ja. Is Leiden een prettige fietsstad? Op zich wel, ja. Ik ga liever op de fiets dan, dan met de auto. Goed, want ik doe dat ook elke dag. Ja? Ja. Ook door weer en wind? Door weer en wind, ja. Ik vergeet nog wel eens dat regenpak in mijn fietstas te stoppen. Maar elke dag van Leiden dorp naar Leiden. Hoe gezond en milieuvriendelijk fietsen ook is, zeker met het natte weer, is het niet altijd even prettig. Daarom vroegen we fietsenmaker Michiel van Polanen of hij nog tips heeft om het fietsen met slecht weer aangenamer te maken. Ja, dat kan. Loop maar even mee. Ja. Je hebt natuurlijk regenkleding en dat hoeft niet altijd het klassieke donkerblauwe te zijn. Je kan tegenwoordig ook de leuke hippe kleurtjes. Dus je hebt dat in verschillende modellen, kleuren. Lange jas, korte jas. En we hebben zelfs tegenwoordig, ook als het koud is, de winterjas. Maar dan is er nog het probleem van het boodschappen doen. Hoe nemen we het allemaal mee op de fiets? Nou, tegenwoordig heb je op heel veel fietsen een rekje kan je zetten. En op dat rekje kan je natuurlijk een leuk ratje zetten. Die kunnen we er gewoon vast op zetten. En dan kan je gewoon je fietstas in kwijt. Je tas, je spullen, je boodschappen. Dus dan kan je dat heel makkelijk meenemen. Zonder dat het overal aan je stuur hangt met losse plastic zakjes. En als er veel wind is, dan laten toch veel mensen hun fiets nog thuis staan. Waait, ja, dat is wat lastiger. Ja. Ja, je kan dan naar een elektrische fiets dat je de wind mee hebt. Maar dat is een heel ander idee. Ik krijg gewoon... Maar dat maakt het fietsen gewoon makkelijker. Nee, het is niet een brommer. Je moet altijd zelf fietsen. Op het moment dat je niet fietst, doet hij niks. Je moet nog steeds fietsen. Het is geen brommer dat je gas geeft en wegrijdt. Dit zijn vooral tips om het voor jezelf prettiger te maken. Maar ook Leiden en de omliggende gemeenten gaan het fietsen voor u gemakkelijker maken. Door de komende jaren te investeren om het fietsen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En ook hiervoor heeft Michiel nog wel een tip. Omleidingen duidelijk aangeven. Dat je niet in één keer voor een doodlopende weg staat. Dat gebeurt op de fiets nog wel eens. Dat het vaag is om waar je heen moet, hoe je moet. Onduidelijk. Alle informatie over de campagne Flink Fietsen is terug te vinden op de website flinkfietsen.nl. En dan nog het weer. Vandaag trokken er wolkenvelden over de regio met regen. De zon liet zich af en toe zien. Vandaag werd de weerfoto gemaakt door Jeannette Bloemendaal in Oegstgeest. Vanavond neemt de regen wat af en ontstaan er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 6. Morgen blijft het overwegend droog. Met een matige wind wordt het zo'n 10 graden. En de rest van de week wisselen droge perioden en regen elkaar af. Met een gemiddelde temperatuur wordt het 10 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Donderdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houden we je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.